Goedemiddag allemaal, daar ben ik weer, zelf op 22 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Steve. Let's Play Vloek Pikmin. Ja, laat ik het dan maar zo zeggen. De reden dat ik even begin met een gek stemmetje. Mijn stem is op dit moment een beetje aan het falen, aangezien dat ik een beetje verkouden aan het worden ben. Maar dat maakt niet uit, we gaan gewoon verder. In de vorige aflevering, dank jullie wel eigenlijk allemaal voor het kijken naar deze video. In de vorige aflevering zijn we in de Forest Nevel geweest. En in de Forest Nevel, daar hebben we het voor elkaar gekregen. Om zeker zoveel zaken te hebben. Hebben we 3 ship parts te pakken gekregen. En in deze aflevering ga ik het gewoon proberen. Ik ga gewoon proberen om... Juist, om de laatste 4 ship parts in de Forest Nevel voor elkaar te krijgen in 1 dag. Dat wordt een uitdaging van hier tot Ginterdur. Maar dat maakt niet uit, we gaan het gewoon proberen. Dus wat we moeten doen is, we hebben hier een paar puzzels. We hebben alle 3 de soorten Pikmin hebben we hier dadelijk nodig. Ik ga gewoon proberen om mijn stemmetjes gewoon te gebruiken. Hoor. Dus er kunnen voice cracks in zitten, nogmaals mijn excuses daarvoor, maar daar kan ik niks aan doen. Oké, we hebben dus 5 Pikmin ergens nog liggen. Ik wil 15 gele. Dank je. Ik wil 30 rode. Oh. 30 of 40. Doe maar 40 voor Justin Kaas. Doe maar gewoon. Ja, daar gaan we gewoon mee beginnen. Kom op. Dit kost allemaal weer kostbare tijd. Ik weet niet waar dat die andere 5 zitten. En dat boeit me eigenlijk nog heel erg weinig. En de rest wil ik opvullen met blauw. Want er zijn dus zeg maar een paar puzzels die we dus... Ja, oké. Dan kunnen we ook 40 blauw. Mooi. Ik weet niet welke kleur dat die andere is. Maar dat maakt mij ook heel erg weinig uit. Goed, de reden waarom dat je echt, je moet 15 gele Pikmin hiervoor hebben, geloof me nou maar, 15 Pikmin, geen gele Pikmin kwijtraken, want je hebt echt een maximum nodig van 15. En wat we gaan doen is nogal gevaarlijk. Nou, hun gaan beginnen met die stenen, daar ben ik eigenlijk niet zo enthousiast over, dus blauwtjes, jullie moeten echt meekomen. Want wat wij in deze aflevering gaan doen, is namelijk nogal gevaarlijk werk. Ik zie iets heel erg vervelends. De Puffy Blowhawks, die zijn weer terug. Oké, nou daar hebben we onze red team voor. Dank je. En onze red team die gaat heel eventjes zorgen dat we dus zeg maar geen last hebben van de Puffy Blowhawks. Dus heel eventjes aanvallen. Jullie ook. Nou, ondertussen dat hun daarmee bezig zijn, zie ik hier toevallig 1 Pikmin. Die kunnen we mooi eventjes bevrijden. Dan hebben we toch weer een extra rode erbij. Hoi. Maak hem eens even af, jongens. Ondertussen zijn jullie helemaal gedeflowerized en alles. Maar ja, dat is niet mijn probleem. Oké, nou kun je heel eventjes mijn kant op kijken. Kijk eens even mijn kant op. Wat een mooie kant, kijk jij op. Oké, nou ondertussen dat hun daarmee bezig zijn, ga ik heel even mijn andere team even pakken. Want er zit hier namelijk een muur. En die muur die willen we ondertussen heel eventjes gaan aanpakken. Dus, oh, hun zijn al klaar. Dat is alleen maar... Oh, er zit er ook één. Nee, 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 niet doen. Niet doen. Oh, daar zit er ook eentje. Oh, daar zit er ook eentje. Willen jullie niet allemaal random zooi meenemen? Alsjeblieft zeg. Oké, ik tel de 94. 96. Oké, ik heb dus nog heel eventjes mijn team rood nodig. Want er zitten daar dus zeg maar 3 ship parts die we kunnen gaan halen. En ik hoop dat ik die dus kan gaan halen op het moment dat wij dus zeg maar de helft van de dag over hebben. Nou, als je die kant op kijkt, dan heb ik er geen problemen mee. Auw. Oké, nou, help even hem te verslaan, want we moeten die muur omlaag krijgen. Dus hij moet verslagen worden. Vandaag. Want hierachter, dat is zeg maar de sleutel. Als ik op de kaart eventjes jullie laat zien. We hebben daar een shipart, daar een shipart en daar een shipart. En we gaan ze alle 3 daar te pakken krijgen. En de laatste shipart waar ik dus de rest, moeten we dus nog een bos verslaan. En die zit daar. Dus zeker heel erg handig om dat te gaan doen. En dan hoop ik dat we ook helemaal geen last gaan krijgen van enige glitch of wat dan ook. Dus de reden waarom dat je rode mee wil nemen is vanwege deze muur. En daar hebben we dus een hele firewall. Het enige nadeel met die firewall is, dan moeten we ook onze andere kleur Pikmin doorheen zien te loodsen. Dus vandaar dat we dus zeg maar alle kleurtjes nodig hebben. We hebben het meeste blauw nodig. Wil jij niet zo struikelen? Jij Steef? Oh Steef, ik moest je trouwens de groeten doen van een handdoek. En als een handdoek over je heen valt, dan ben je in één keer dat je verdwijnt ofzo. Ik wil. Met handdoek bedoel ik natuurlijk dit ouder. We zaten gisteren in Skype, zaten we een beetje te praten over hoe dat we alles gaan aanpakken en alles. Met opnames en Mario Kart 8 en zo. Dus ik heb vandaag dubbele opnames, maar dat maakt niet zoveel uit. Sorry. Ik heb jullie waarschuwd in het begin van de aflevering. Ik ga gewoon opnemen. Dus nou, ik heb ook eventjes een update alvast voor vrijdag, zaterdag en zondag. Vrijdag komt er gewoon een aflevering van Pikmin, zoals jullie gewend zijn. Pikmin, dat gaat heel erg leuk. Jullie vinden de serie ook hartstikke leuk, dus geen reden om dat zeg maar zo te laten gaan. Ja, ik ben niet om deze pallet aan het lopen, omdat we moeten toch wachten tot dat klaar is. Maar
Ik ben dus van plan om aankomend weekend kan ik de hardcore serie nog niet starten. Want we hebben helaas, daar heb ik nog iets voor de tijd voor nodig. Sommigen die zitten nou in de toets, we kunnen daar niet mee opnemen. Dus dit weekend hebben we dus nog geen hardcore serie of eigenlijk een video. Dus ik ga vrijdag, zaterdag en zondag ga ik livestreamen op Twitch. Ik heb eergisteren nou, want dit is de aflevering van donderdag. Heb ik dus zeg maar... een teststream gedaan. De stream die was zeker goed bevallen bij de meeste mensen. Willen jullie allemaal eventjes de muur knuffelen? Dank je. Ja, hier wil je dus zeg maar zorgen dat al je Pikmin gewoon echt de muur knuffelen. Zodat ze dus zeg maar niet geraakt worden door die vlammenwerpers die daar dus zeg maar rondlopen. En willen we ze even aan deze brug laten werken. Ik hoop dat ik het echt voor elkaar kan krijgen om echt al deze shipparts te krijgen. Want anders wordt het nogal een vervelende boel. De reden waarom dat je dus de Red Pikmin nodig hebt, dat is dus zeg maar om de shipart die daar ligt veilig richting... richting de beesten krijgen. Maar ja, ik ga dus vrijdag, zaterdag en zondag ga ik dus livestreamen. De tijden, dat komt op Facebook en Twitter te staan. Dus hou daar een oogje voor. En dat is dus zeg maar wat we dit weekend gaan doen. Voor de rest al gewoon, ja, door de week Pikmin nog vervolgen. Zolang als Pikmin door blijft gaan. En daarna zien we van eigenlijk wel wanneer dat we zeg maar met de volgende Let's Play gaan beginnen. Dus dat is eigenlijk een beetje de update over mijn kanaal op dit moment. En ja, het kanaal groeit ontzettend hard en echt... Ik weet het, ik blijf het zeggen, maar jullie zijn awesome. En dat zeg ik niet gewoon om te zeggen van jullie zijn awesome. Om jullie je goed te voelen of zo. Jullie zijn awesome. Ik krijg berichten binnen echt mensen die dan van een zware dag werk weer blij worden als ze dan zeg maar een videootje van mij zien. Ik weet niet waarom. Ik ben gewoon een gast die eigenlijk zeg maar lult over een Pikmin spel op een of andere vage manier. En dan eigenlijk laat zien hoe alles werkt en alles. Maar ik vind jullie gewoon geweldig. En ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. Jullie zijn geweldig. En dat zeg ik echt niet alleen maar omdat ik jullie zo awesome vind. Dat jullie mijn video's blijven kijken. Nee, jullie zijn geweldig. En jullie blijven geweldig. Oké, nou hier komt dus zeg maar waarom dat we alle Pikmin nodig hebben. De rode hebben we dus nodig omdat ze fireproof zijn. De blauwe, die hebben we nodig. Om dit te openen. En dat zit in het water. Nou, op dat moment kunnen we de gele eventjes pakken, want de gele zijn de enigste die we hier omhoog kunnen gooien. Dus de gele die moet hier omhoog. En echt, ik weet zeker dat waren er 15. Als dat er meer zijn, dan ga ik huilen. Oké, nou, en dan gaan we hier omhoog, want dan kunnen we deze gebruiken om naar omhoog te gaan. Dan kunnen we deze Pikmin roepen. En dit is eigenlijk best wel een link stukje. Haha, link. Hier willen we dus de Pikmin opgooien. 15. Het is 15, oké. Goed mikken. Kom op. Goed zo. Nou, en dat brengen ze dus mee naar beneden. En op het moment dat ze dus zeg maar dat ding naar beneden hebben gebracht... wil je ze terugfluiten? Nee, niet in het... Steve's! Er had er eentje zeg maar de request gedaan of ik Steven weer een keer wou zeggen van ooit mijn Engelse Let's Plays. De grap Steven, om heel eerlijk te zijn, nee, deze komt niet uit van de Chuck Conroy Let's Play waar dat hij zijn Pikmin dus zeg maar Steve's noemt. Dat komt oorspronkelijk eigenlijk van Disney, daar ben ik toen geweest en Stitch die noemde mij de hele tijd Steven from the Netherlands. En dat was eigenlijk best wel hilarisch en dat was eigenlijk de reden waar dat die Steven dus vandaan kwam. Dus weten jullie daar eigenlijk ook weer een beetje. Dat is een beetje van hoe en wat en alles. Dus oké, nou die shipparty wordt nou teruggebracht. Ik hoop dat er geen enkel probleem gaat geven. Want hier hebben we dus zeg maar ook nog een paar shipparts die in het water liggen. En ik heb echt geen zin... Ah, nee, daar gaat... Nee! Oké, we zijn één Pikmin kwijt. Ik haat dit stuk zo erg. Ik denk niet dat we echt alle vier parts zeg maar in één aflevering voor elkaar gaan krijgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Goed zo. Nou, kunnen jullie alsjeblieft... Hoezo 12? Kom op, neem dat ding mee. Goed, nou. Knuffel die muur. Knuffel het. Goed zo. Oké, nou, die shipart daar. Daar hebben we dus zeg maar precies hetzelfde probleem als wat we dus zeg maar bij het andere shipart hebben. Die moet dus ook meegenomen worden door rode. Dus wil ik eventjes allemaal blauwe hebben. I found my analog computer. This computer can... face the kind of fake data that falls outside the range of ones and zeros. Actually, to be honest, it's a little bit too fake, so it isn't very helpful.
Oké, okay, nou, het zal wel goed zijn. Nou, we hebben er daar 20 voor nodig. Maar ja, het is alleen maar eventjes om die op het land te brengen. Want zoals je dus ziet, de Pikmin gaan automatisch die kant weer op. En dat is dus absoluut niet de bedoeling. Dus wil ik heel eventjes deze Pikmin eventjes hier binnen te brengen. De Yellows die kunnen ook weer heel eventjes aan de kant. En de rest van Team Rood gaat zeg maar dat meenemen. Dus jullie blijven hier heel eventjes wachten. En dan wil ik eventjes Team Rood, die wil ik heel eventjes hier naartoe brengen. We zijn al op de helft van de dag, wat eigenlijk best wel jammer is. Oké, nou, huppakee, 20 daar. Jij kan niet, jij kan wel mee? Goed zo. Oké, nou, dan is in ieder geval heel Team Rood even bezig. Hier wil je alleen Team Blauw voor gebruiken bij deze part. Je kunt hier zeg maar... Nee! Nee, nee. Laat je niet afleiden, jongens. Laat je niet afleiden. Typisch, gooi je hier weer een flintbug neer. Ah. Kan die flintbug alsjeblieft even weggaan? Ik moet 3 keer een Pikmin erop gooien. En dan is hij weg. Goed. Nou, je wilde zeg maar niet sorry tot blauwe pe- Ik heb 3 keer een Pikmin op je gegooid. Jij hoort nou weg te gaan. Ga weg! Goed zo. Nou, je wilde zeg maar niet andere kleur Pikmin. Die wil je niet zorgen dat die dus zeg maar daaraan dat ding bezig zijn. Dus wij nemen onze blauwe Pikmin. Hopelijk gaan ze niet automatisch meer dingen oppakken, want daar heb ik echt geen zin in. Die willen wij dus hier omhoog werken. Die moeten allemaal hier naar boven toe. Alle blauwe, geen andere. En de gele, die moet eventjes deze guys er even doen. Zijn ze klaar? Mooi. Op het moment dat zeg maar gele of rode Pikmin daar naar boven toe gaan, gaan ze automatisch naar boven klimmen en dan verdrinken ze. Geloof me, dat willen we niet. Nou, jullie kunnen eventueel nog wel even mee hier naar boven toe. Zo. Spuit weer ons aardig eventjes omhoog. En dan hebben we hier dus zeg maar ons blauwe team. En dit blauwe team, dat is dus nodig voor weer een ship part. Geloof het of niet? Oké, okay, nou, volgens mij heb ik hem niet nodig. Want als wij hier gaan kijken... waar zit hij? Waar zit hij? Waar zit hij? Daar zit hij. Hier hebben we nog een ship part. Yay, ship parts. I have found my Union Jet. Unfortunately, this puts out a slightly odorous exhaust. But it does propel me to escape velocity in an instant. The stench is a small price to pay for such performance. Nou, je hebt er niet echt veel nodig. Je hebt er 15 nodig of zo. Dus de rest hebben we eigenlijk niet echt nodig hiervoor. Maar ja, het is toch direct met 3 ship parts die op dit moment veilig worden gebracht. Ik hoop dat die andere nou dicht bij B zal zijn. Want ik zie daar er eentje. Oh, ze nemen de long route, hè. Oh, oh, wat zijn ze dom, wat zijn ze dom. Ze lopen echt helemaal om, gewoon. Ah, maakt niet uit. Als het maar aankomt, dat is het belangrijkste. Dus ik wil heel eventjes, zeg maar, onze blauwtjes bij base laten. En dan wil ik eigenlijk onze geeltjes meenemen om heel eventjes te zorgen dat we dus voorbereidingen kunnen doen voor de laatste ship part. We hebben nog maar 2 stipjes, dus helaas kunnen we dus niet onze blauwtjes, zeg maar, helemaal meenemen naar het punt waar we dat eigenlijk willen hebben. Nou, we hebben nog een paar gele staan, dus jullie kunnen gewoon hier veilig blijven staan. Daar komt onze eerste ship part aan. De rest komt er ook aan. Het enige nadeel is ik moet nu helemaal omlopen om bij mijn overige yellows te komen. En ik hoop dat ik genoeg tijd heb om daar nog bommen bij te gooien. Om ervoor te zorgen dat ik het pad open kan maken voor de laatste ship part die hier te vinden is. Dus, best wel veel progress. Ik heb eigenlijk niet eigenlijk de cutscene gehad van op het moment dat we die tegenkwamen. Dat maakt niet zoveel uit. Dit is... The Libra. My daughter gave this to me. My late return must have her very worried. I have recovered 16 of the 30 parts. If I can find just 13 more parts, I should be able to increase my ship capabilities. Eventjes daarvoor wil ik even dan een vraag eventjes beantwoorden die ik had gekregen in de comments. Er was een vraag zeg maar van, ja, we hebben nou dus zeg maar de Distant Spring. Daar zijn er nog 10 te halen. Dit is nog te halen, dat is toch te halen. Maar die kwam dus uit op 29 parts. Nou, hier komt het. Ik zal het ook even bij deze laten zien. Ionium Jet, if this does damage, I will die straight. If I have to run a system check as soon as I can. I have now recovered 17 parts, 12 more. Nou, als je dus zeg maar ziet, als we dus 12 meer hebben, dan komen we dus op die legendarische 29. En dan zijn dus, kan ons schip dus zeg maar weer verder vliegen. Dit betekent... Dankjewel, Vlammenwerper. Dit betekent dus dat op het moment dat wij 29 ship parts hebben, dat er weer een wereldje open gaat waar dus zeg maar nog een ship part te vinden zijn. Tenminste, daar gaan we wel van uit. Aangezien dat er maar 30 ship parts zijn. Dus er is nog één wereld waar we dus naartoe zouden kunnen op het moment als we 90 ship parts hebben. Nou, knuffel die muur, knuffel die muur, knuffel die muur, knuffel die muur. Goed zo. Brave Pikmin. Brave Pikmin. Jullie zijn absoluut geen Steve's. Jullie zijn Batman's, weet ik wel. Oké, nou, derde ship part is ook gearriveerd. Dus de rest van het hele Pikmin team staat nu veilig in beest. Daar hoeven we ons dus geen zorgen over te maken. En unlock computer. This strengthens the outward emotions of the dolphin's computer. While it does make the computer smart, it also makes it quick to anger. It's just like my boss. Och.
Oké, nou, we hebben dus 18 parts. Dat is alleen maar goed. En ik vind het heel jammer. Ik wou voor die andere shippart gaan, maar ik wist niet dat we hier nog zoveel stuff zeg maar, te doen hadden. Dus we gaan gewoon met voorbereidingen. Zijn hier geen Pikmin achtergebleven? Nee, ik zie daar een blauwe Pikmin die we dus dadelijk op het laatste moment nog even moeten gaan proberen te rennen. Anders zijn we dus één Pikmin kwijt en dat zou zonde zijn. Dus ik hoop dat er nou nog wat bommen zeg maar, te vinden zijn. En we hebben eentje die is best wel traag. We hebben één Leaf Pikmin. Dus nou hoop ik dat ik die bommen even mee kan nemen. Kom op, Leaf Pikmin. Dus ik raak een beetje de in tijdsnood. Kom op. Kom op. Pak die bommen. Ja, ik ben tevreden. Kom op jongens, niet slapen. Oké, nou we moeten even opschieten. Want de muur die wij nou op moeten blazen, die zit daar. Dus daar kunnen we nog naartoe lopen hoop ik. Voordat de timer begint, dan moeten we echt gaan rennen naar die ene blauwe Pikmin. Anders zijn we die kwijt. Even kijken, loop ik zo goed? Ja, dit pad volgen. Oké, dit pad gaan we volgen. Ignore them. Met Bomb Pikmin wil je echt niet vechten. Oké, dit pad blijven volgen. Ja. Goed. Volgens mij raak ik nou die ene gele Pikmin kwijt. Het enige nadeel is, we hebben hier dus zeg maar ook vlammenwerpers. 1, 2, 3. Wees blij dat je niet geen plof bent. Oké, nou. 1, 2, 3. Oké, we zijn de twee kwijt door explosies. Oké, die muur is down. We gaan de Pikmin redden. We hebben nog 6 seconden. Hoe ver is hij van ons verwijderd? Dat wordt een issue. Ik denk niet dat ik dat binnen 6 seconden ga redden. Ik ben bang dat die ene blauwe Pikmin dus helaas achter gaat blijven. Omdat we dus zeg maar niet op tijd bij hem kunnen komen. Nou ja, ik ga hem niet opgeven. Hoeveel seconden hebben we? Hij zit helemaal daarachter. Oké, nou gewoon rennen. 3 seconden. Sheer grabs. Kom op. Nee, helaas. Oh, krijgen we nog niet eens meer het einde te zien? Wat? Ga je me nou vertellen dat ik allemaal Pikmin kwijt ben? Is dit een glitch? Nee, het is er maar eentje. Ik kreeg nog niet eens de outro of iets. Hij ging gewoon zeg maar van nog niet eens end of day. Nee, gelijk poef. Je bent er één verloren. En daar gaat heel die tekst over. Daarom heb ik die tekst niet voor kunnen lezen. Omdat ik gewoon dacht dat er nou weer een glitch zou voorkomen. Aangezien dat de Let's Play vlog de hele tijd al me zet. En daar word ik niet vrolijk van. Maar goed. We hebben 3 parts voor elkaar gekregen. We hebben de muur opengemaakt. Waardoor dat we dus zeg maar onze laatste part kunnen gaan vinden. Dus op zich ben ik wel tevreden over. Maar in ieder geval allemaal die vertelde dus zeg maar. Die ene Pikmin. De Pikmin die we dus zeg maar achter hebben gelaten. Tot die dus zullen sterven. Bla 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 bla. Wat heel erg vervelend is en wat heel erg sad is. Goed. Morgen in part 10 of dag 10 gaan we dus zeg maar voor de laatste keer gaan we naar de Forest Nevel. En dan gaan we dus zeg maar de laatste part zien te vinden. En die part zeg maar die zit niet simpel achter die muur. Er zit daar een baas achter verscholen. Dus morgen wordt misschien een beetje een korte part. Maar misschien kan ik die combineren met een secret boss die we kunnen doen. Want er zitten ook secret bossen zeg maar in dit spel die ik zeker jullie wil laten zien. Dus het ligt eraan hoe lang dat de part bezig is. Morgen als het maar echt een halve dag is en dat ik al de dag kan sluiten. Dan ga ik jullie gewoon zeg maar de extra boss fight laten zien. Wat daar dus zeg maar te vinden is. En ik denk dat ik die laat zien in... Nou ja, even kijken. We hebben tot dag 15. Want in de Distant Spring zit een secret boss. En dat is de gevaarlijkste boss van het spel. En er zitten dus zeg maar 2 secret bosses in de impact site. Maar die blijven daar gewoon altijd staan. Dus dat worden geen actuele dagen. Dat worden dus zeg maar bonussen. Mocht een dag nou bijvoorbeeld heel erg kort zijn. Dan kan ik bijvoorbeeld een van die secret bosses laten zien. Goed. Ik dank jullie sowieso voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Morgen gaan we dus voor de laatste keer naar de Forest Nevel toe. Vrijdag, zaterdag, zondag livestream. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En misschien zie ik jullie ook wel bij de livestream. Maar sowieso eerst zie ik jullie morgen bij de volgende aflevering van Pikmin The Forest Nevel. Dankjewel voor het kijken en tot morgen. Doei! En ik kan niet vaak genoeg zeggen, jullie zijn geweldig.